Links, links, rechts, rechts en bukken. Allee, kom. Bukken. Ja, ik kom. Allee. Mannetjes, mannetjes, mannetjes. Je moet er staan, hè. We spelen tegen de brandweer, denk eraan. En als we die match kunnen winnen, dan kunnen we tegen iedereen winnen. Ik hoort wat een trainer heeft gezegd. Je moet toch staan? Ja, kom, kom. Leg het niet uit. Bewegen, bewegen. Kom aan. Van links naar rechts. Zo, van rechts, trainer, van links, zo van links naar rechts. Van rechts naar links. Kom aan, Pico. Bewegen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Naar rechts, naar rechts. Ja, ja. Oh, nee. Ja, ja. Wat dan? Oh, nee. Dat was weer een straf, joh. Oh, wat. Voor straf krijgen ze een oude radio. Oh, Carmen, ik ben al wel laat. Breng jij de wagen naar DDT? Ja! Xavier, uwe zak! Ja! Amai, fameuze kevers, hè? Ik wil mijn kleren niet vuil maken, hè, Carmen? Waarom niet? Je bent toch al goed bezig? Je hebt een auto ook verknald! Verdikke mijn schoenen! Daarbij, dat is de knalpot, dat kun je niet repareren, dat moet je vervangen. Ja, waarom heb je er dan aan geputst, hè? Mannen. En ik kan niet voor alles alleen zorgen, terwijl dat meneer gaat voetballen. Niks als lasten dan ermee. Het is een heel belangrijke match vandaag, hè, Carmen. Het... De nieuwe eruit, de oude erin, dat is goed genoeg voor die kampioenen. Hey, alweer zoveel moois bij Radio Hallo. En vergeet het niet, om 3 uur de grote wedstrijd FC de Kampioenen tegen FC de Spuiters. De onklopbare ploeg van de brandweer. Maar ook de kampioenen staan sterk, want zij worden gesponsord door Boma. Onder het motto... De radio doet het met veel gekraak. Oei, 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 dat kraakt hier geweldig, hè. Die potstappers van kampioenen zullen zich direct op hun gemak voelen. Hier. Oké, okay, Kaas. Dimitri, het is de Fons hier van de brandweer. Van de brandweer. Zeg, hoe zit dat met ons minibusje, jongen? Ah, het is klaar en echt bezoeken. Ik ga er nog juist een nieuwe radio in placeren. Een extraatje. Ja, maar hé, hey, zeg... Hey. Een gratis extraatje, hè, Fons? Ah, ja, dat mag wel, Dimitri, voor die prijs. Zeg, luister eens. We spelen wel straks die topmatch tegen de kampioenen. We komen dat busje dan in één zaal, is dat goed? Ah, je gaat de kampioenen van hiernaast in ogen uitsteken. Kom maar af, Fons. Alles is oké. Zoals altijd bij DDT, hè? Dag, Fons. Ja, dag. Dag, Fons. Dag. Zeg. Ja. Bezit dan nu eens. Kost dat nu echt stukken van mensen een half kamionnetje grind? Ja, voor mijn part komt er hier een 10 ton met witte marmer. Maar ja. Ik mag niet, hè. Die grond is toch niet verhaal, maar van die ballen, mannen, hè. Ja, goed. Hoe zot ze nu een auto hier nog te willen brengen, ze? Met mijn klak hier, hè. Hoe zot. Voor de tweede keer vandaag, hè. Ja. Wat heeft u Xavier nu weer mispeuterd? Oh. Schiet dat weer in derde als geklakson. Kom, Xavier, uit de weg. Allee, maar. Ja, Xavier. Ja, duiken, Xavier, duiken. Ja, kom, kom, kom. Als je bang bent van een beetje water, dan staat er strak goed voor tegen de spuiters. Zie maar dat jij ze erin krijgt. Zal Kik ze er wel uithalen? Oh, dat komt in orde. Ik krijg een bal waar ik wil.
Xavier. Dat kun jij niet. Oh nee, dat kan ik niet. Dat durfde jij niet. God voor de God. Ja. Ja, wie heeft dat gedaan? Geeltriet, trainer. Hey, kampioen. Je ziet zo bleek. Vandaag we meer dan 11 zijn, hè, Pico. Dan kun je golen maken van op de bank. Is niet erg. Stel Bieker in mijn plaats op. Dan komt er wat beweging in het spel. En van links naar rechts. En van links naar rechts. En van links naar rechts. Mijn dochter die blijft achter de toog. En zij zal vergeten dat jij ervoor zit, hè, Pico. Want ik zal vergeten van u een bierbolletje te geven. Oelalalala. Gaan ze laten rollen? Rollen? Stoepen zeker. Tot Kaya! Ja, Carmen, ja, Carmen, ja. Hey, daar is ze. Uw vrouw is er ook. Maar Doortje, kom eens zien naar hoe we die spuiters van de brandweer gaan afdrogen. Pico. Nee, ben ik binnen, Pico. Oh, straks, Doortje, straks. Hoe is het? Ik heb maar weer iets gelapt, hè. Mag ze precies kwaad? Wat is er? Het is oorlog. Zal ze leren voetballen. Oh, ze spelen tegen Floot en zijn spuiters, hè. Ik mag van die kampioenen. En per totaal. Hallo, de Fonsi. Met FC De Spuiters? Ja. Pico Koppels van FC De Kampioenen. Ah ja, Pico. Het is om te zeggen dat er niet zal kunnen worden gespeeld. Allee, Pico, de match van het jaar. Ja, het zal niet gaan wegens de toestand van het veld. Hoe kan dat nu? Er liggen putten in het veld. Putjes en dan? Dat zijn geen putjes, dat is meer een krater. Een krater? En hoe komt dat? Een gasontploffing. Wat zeg je? Een gasontploffing? Je moet niet komen, Fons, dat is niet erg. Ja, maar Pico, een krater, zeg je? Ja, het is meer een putje. Ja, maar, dan zullen we rond dat putje spelen, hè, Pico? Nee, dat gaat niet, want Xavier Wouterslagers heeft zijn voet gebroken in dat putje. Ja, maar kunnen we niet spelen zonder de keeper? Ja, maar... Tot de volgende keer dan, hè. Ik dacht, Fons, we hadden nog thans graag gewonnen. Je zou beter wat verder opwarmen, Pico. We spelen tegen de spuiters, hè. Zou die jij niet beter opwarmen? Sneemmanneke. Nog een chance dat er overal bestaan. Die zijn zeker uitgevonden door de vrouw van een prutserlek als jij. De stal begint niet, hè. Mocht me niet zenuwachtig, hè. Zo'n belangrijke match straks. Ja, tegen wie zegt dat? Ik moet nog 100 broodjes maken van na de match. Zeg, Oscar, en wanneer kom jij eens achter de toogtjes op uw café, hè? Zeg, corporaalke. Zie dat je maar geen zonneslag op doet, hè. En je zou beter een spa water drinken voor de match, gelijk de Pico hier, Xavier. Xavier. Waarom dat zeg ik toch? Kijk hier. Staat hij hier altijd zo, Pascal? Ja. Waarom moet jij nog truikens wassen? Ja. Doe die schrap wat aan. Ja. Op wat trekt dat nu alleen? Ze protesteren. Ah oh, ja? Ja? Zal rap gedaan zijn. We zijn aan het wachten op de nieuwe truiks van onze voorzitter. Ja. Maar je kent hem toch, Boma? Veel beloofd, maar geen bal krijgen. We zullen rapper een dubbel fleuris krijgen. Ja, ja. Zeker vast. Nou ja, hoe lang wachten we op dat busje voor de verplaatsing? Voilà. Dat is toch ook al beloofd van hoe je van in de jaren stilletjes? Een man moet zo goed zijn als zijn woord. Een man en een woord, dat hoor ik graag. Ja, toch zeker een voorzitter. Een man en een woord, dat hoor ik graag. Zeg je wacht of naar huis? Binnen in de garage. Er staat nog een tv op dak van onze auto. Weet je het nog?
Ik ga hem er niet afhalen, hoor. Ja, kom, ik zal hem er wel afhalen en repareren nog, oké? Ah ja, gelijk die 10 anderen die bij ons in de living staan. En ik kan het altijd uitleggen aan de klanten, want meneer is nooit thuis, de voetbal gaat voor. Ja, maar jij kunt dat toch goed uitleggen? Ah, jij toch ook? Carmen, je kunt dat niet geloven hoe lastig dat de mensen doen als ze hun tv moeten missen. Hè? Ja, vooruit, kom aan, dan spelen we maar in Duitsland. Kom aan. Oh, nee. Allemaal het veld op of geen prim vandaag. Kom aan. Pascal, ja. Pak die zo over achter de toog, ja. Ik moet mijn broodjes mee. Ja, straks Pascal, straks. Een prim? Dat ziet niemand dan, een prim. Ja, Xavier, die prim. Hoeveel is dat? Hier, sir. Hier kunnen we die opschrijven, die prim. Ja, hier zeker. Hier. Hé, hey, kalm, hè. Ja, let eens op café. Ik moet mijn broodjes gaan smeren. Ik ben aan het repeteren. Je zit al volleerd. Allee, vooruit. Zeg maar. Tja, ga jij ook playbacken? Dat is voor jouw Iglesias zeker. Je zou beter eens wat meer naar sportweekend zien, hè? Of naar de sportschool. Nooit de mos gezien? Of Arie Haan? Hè? Die mannen, hè, die dragen geen reggae-jasjes te mezen, hè? Nee. Die dragen allemaal Italiaanse kostuums op maat gemaakt. Ah, dragen die ook hun trouwkostuum, ja. Ja, Pascal begint niet, hè. Trouwens, dat komt toch allemaal terug in de mode, hè? Brede revers, dubbele rij knopen. Ze bieden de genierrij niet meer. Oscar, laat mij nu eens 2 minuten meer rust. Ik laat mijn jas even open hangen. Tja, hier is precies al aangezeten. En? Nog altijd geen spuiters? Ach, wat brandt niet, kampioen? Kom maar met zijn nieuwe truikers. Je zal zeker weer wat van de prijs willen afpingelen. Je kent hem, hè? Ja. Graag grote Jan van een sausissenfabriek. Dat mag geen frank kosten. Kalm. Zo is hem. Hey. Moet jij nu naar een begrafenis? Jij zou eens wat meer naar uw kazerne moeten komen. Ja. Het is een Italiaans kostuum, op maat gemaakt. Ja? Ja. Italiaans dat kan, maar op maat. In geen 100 jaar, hè? Wat weet jij nu van de nieuwste mode? Een boefer. Ja, dat zeker dan. Ik ben een boefer. Maar jij bent een stoefer. Zie je? Dat riekt comics, hè? Nieuw mode. Ja. Mottenballen? Zeker. Ah, voorzitter. Ah, brandweer van mij. De voorzitter. Komt u. Beauties. Da. Rosa. La Gerda. Bieke. Tournee generaal van de voorzitter. Pak voor mij de sloeber. En geef die mannen een waterke met gas, dat ze kunnen gas geven. Dag André, hoe is het? Dank je wel. Voor mij een pintje. Hallo. Ik kom maar op dreef naar 5 en ik heb er al 3 corporaal gemaakt. Soldaat gemaakt. Corporaal, 2 al een beetje. De spuiters niet meegebracht? Er zijn hier al spuiters genoeg, hè, Pico? Ja. De geiten zijn er niet te veel. Zeg. Ik zou mij eerst deftig kleden als je tegen een serieuze man spreekt. Naar de gemeenteraad komt hij zonder plastron. En hier doet hij al geen net meer aan ook. Thuis loopt hij in zijn bloot gat, zeker. Oh, allee, serieus, hè, Doorke. Ziet jij nu liever een deftig geklede persoon zoals ik? De kleren maken de man niet, hè, meneer Boom. Nee, maar de man koopt de kleren, hè, kampioenen. Ah. Ik beter op tijd komen met uw nieuwe fameuze truikjes. Oh ja, straks spelen we maar een halve tuin. Oh. Pico Koppens, waarom is Balthazar Boba wat laat? Balthazar Boba is wat laat omdat hij voor deze belangrijke match de pers heeft opgehaald. Oh. Dat is Mark van Hallo Radio. Radio Hallo. Hallo? Ja. Hallo, hallo. Radio Hallo. Hoe heet jij meer, Dingske? Marijke. Marijke is portrettentrekster van de streekkrant. Maar de firma Boma Worst koopt nieuwe truitjes voor de kampioenenploeg. Eet Boma Worst, dan krijg je dorst. Waarom draagt je de nieuwe Boma truitjes niet? Ja, omdat er geen nieuwe Boma truitjes zijn, tje. Xavier. Wat Xavier? De truitjes, man. Ja, wat truitjes? Ah, de nieuwe Boma truitjes, tje. Oei.
Die liggen nog in mijn auto. Excuseer, meneer Boma. Ja, maar meneer Boma had mij een pak afgegeven, maar ik wist ik toch niet dat dat die truitjes waren. Ga zalen, Xavier, vooruit. Ja, ze komt bij mij mijn villa op huis en dan doet ze zo wat gekund van de vloer eten. Maar vergeten. Allee, kom, Xavier, ga die truitjes halen. Maar vaar, Balthazar, ik heb geen kleren aan. Dat zie ik ook op. Een spokman voelt dat niet, kom. Allee. Die jas aan. Hier, kampioen, bel eens naar de spuiters. Straks zijn we zo gewonnen, met of zonder zijn truikers. Oh ja, door forfait. Oh, die mannen staan laatst in het klassement. Je mag gerust zijn, die geven geen forfait. Zeg, hoe laatste die ploeg van een brandweer, die speelt toch elk jaar kampioen? Ja, maar die staat nu ook eerst, hè? Maar Oscar die kan dat niet verdragen dat de kampioenen onderaan blijven naar het ermee heeft hij het uitslagenbord op zijn kop gezet. Zoals in de nebel zegt hij, de laatste zullen de eerste zijn. Zo zot als een achterdeur. Zeg, ik ga mijn kop nemen. Zeg, ik ga zo niet naar DDT, hè. Dat is dan tweede afrond. Ga jij, het was uw schuld. Niet vrolijk, ik niet. Ik heb die auto al weggedaan en dat was uw schuld. Ik laat mij geen tweede keer affronteren. Zijn manneke, Achiet moet dat doen, hè. Terug een maand in uw bed. En dan kun je niet gaan voetballen, hè. Hallo, Fons. Oh, pardon, madame. Kan ik uw man even spreken, alsjeblieft? Alsjeblieft. Zeg, mannen, de Fons is gaan kaarten. Ja, het is hier met Oscar van de kampioenen, hè. En we zitten al een hele tijd te wachten om de match te spelen tegen de spuiters. Alsjeblieft. Afgelast? Maar zo'n topmatch! Ah, wel, merci. Ah, wel... Alsjeblieft. Putten in het veld? Een krater? Mannen, er ligt een krater in ons veld. Oh. En wie heeft dat dan gezegd? Oscar! Wie? Kunt u dat nog eens herhalen, alsjeblieft? Ah. Ja, ja. In orde. Dank u wel, madame. De match is afgelast en de spuiters zijn gaan kaarten. Ik zeg het ook. Geef mij die telefoon, hoe is dat niet mogelijk? Ah, dat is niks. You! Dimitri! You! Dimitri! Huh? Ja? Hé? Hey? Huh? Hey, waar zijn de sleutels? Sleutels? Ja, ik moet iets uit de koffer hebben. Die zit er nog op contact. Ah ja. Zeg, wat? Xavier nog niet aan het spelen? Nee. Waarom denk je dat ik naar hier kom? Ah! Wees, is er iets aan de auto? Dat was nogthans mannen die voor had afgesproken. Gaan kaarten! Godverdikke toch! Een echte schande. Vind jij dat, Pico? Jij nu misschien? Ja, 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 ja. Maar ik ben verbaasd dat jij dat ook vindt. Hela, wat bedoel je daarmee? Weet jij dat niet? Op uw woorden letten, ik kampioen. De vrouw van de Fons, hè. Die heeft gezegd dat jij de match hebt afgebeld. Wat blieft? Ja. Ik, hè? Ja. Omdat er een krater in ons veld ligt van een gasoploffing. Of zeg, waar haalt hij dat vandaan? Ah, gij gebeventje. Nu dat ik kosten heb gemaakt voor die nieuwe truitjes, hè. En nu dat ik de pers heb uitgenodigd. Gij doet dat om mij op mijn gezicht te laten vallen, hè, bakker? Gij vangt zeker? Hé, hey, hé, hey, hey. Ik heb niet afgebeld. Allee, waarom zou ik? Straf, hè. Maar allee, jongens. Luistert. Mijn werk op de vakschool. Mijn zetel in de gemeenteraad. Ah, wel, zelfs mijn vrouw wil ik missen. Maar met een voetbal? Jamais, dat weet je toch? Jij wilt voorzitter worden, jij wilt in mijn plaats komen. Maar het zal niet pakken, Pico Koppens. Luister, ik heb niet afgebeld. Wie dat wel? Ja, weet ik het. Hè? Wie dat wel? Ja. Ah. Salut, Dimitri. Ja. Zou hij dat weten? Die weet er niks, hè. Die zijn te stom, hè. Hallo wel, natuurlijk. Voilà. Nog 20 en ik ben erdoor. Ik hoop dat ik er genoeg heb. Boma laat hier niet met zijn voeten spelen. Al wordt er hier niet gevoetbald, er zal worden geïnterviewd. En er worden foto's gemaakt voor de krant. Reclame is het enigste dat telt, hè, Balthazar. Maar ik zou toch zwijgen als ik u was, Piccolo. En jij komt niet op de foto, jongen. Wat denk je wel? Oh, vuist, zeg eens dat hij nu bijna gedaan met die zever. Ah, daar zijn we niet. Ah.
Allee, kom maar. Iedereen naar de kleedkamer. Hè? Over een minuut moet iedereen hier terugstaan in het nieuwe truitje, want we gaan ons foto nemen voor ons nieuw buske. Het kan er weer op. Nieuwe truitjes, nieuwe buske, en dan zeggen ze nog dat Boba veel belooft, maar geen een bal geeft. Is niet waar, Pico? Kom. Bravo voor meneer Boba. Allee, kom maar. Ja. Zeg maar, rap terug, hè. Radio Hallo Sport, hier Mark vanuit Café de Kampioen. Naast mij Balthazar Boma in een uitermate vrijgevige bui. Ja. Boma, de worst van hier, schenkt truitjes en een complete autobus aan de kampioenenploeg. Fantastisch, formidabel. Wij wilden het graag met u hebben over... Want Boma, de weldoende worst, weet wat geven is. Want... Ze geeft de indigestie, ja. De Boma worst is de kampioen onder de worsten. Staat erop? Staat erop, ja. Ja. Goed zo. Is iedereen klaar? Goed. In groep naar DDTK. Kom. Nog een stoel en een bus. Ze weten het toch? Zeg, Dimitri, zijn jij altijd zo vroeg gesloten? Moet je maar kapotte venster betalen? Dat is voor de verzekering. Wat gaat je verklaren met de verzekering? Dat is van die gasoploffing zeker? Zeg, Dimitri, hij moet er niet voor tegen. Wacht eens. Hoe weet jij dat van die gasoploffing? Wat is dat voor gasoploffing? Hè? Jij hebt die match afgebeld en niet de Pico. Ah ja, de vrouw van de Vos zei dat een half uur geleden gebeurd is. En de Pico zit al meer dan een uur in het café. Heb je het gehoord, Boma? En ik zou excuses willen horen. Ja, ja. Hou me tegen of ik slaag de krater in. Kom, Dimitri. Hij weet dat hij verkeerd is. Maar hij zal een goed prijsje maken voor ons busje. Hè, Dimitri? We moeten dat busje niet meer hebben. Voilà. Dat kopen we ergens anders. Hè? Dat zal hem neder de kleur. Kom aan, mannen. We zijn weg. We gaan er zo'n prachtige kaas vinden voor 20.000 frank, denk je? Dat is al om teven. Kom maar zeker niet bij u. Overal. Begrepen? BGB! En als ik nu zei... 15.000 frank. Bedrieger! Dimitri, 13.000 en we zwijgen erover. Kom. Oscar! Ja. Roep ze maar terug, ik heb het gearrangeerd. Ik zal niet passen. Daar geen factuur van maken. Maar een bonnetje. De straat is 13.000. Ach. Zeg, een proficiat met uw aankoop. Nee, mannen, hij is echt redelijk. Zeg, dat is hier geen decor, hè? Oh. En er is te weinig licht. Oei. Mannen, dat is hier geen decor, hè? En dat is te weinig licht. We zullen voor mijn fabriek gaan. We zullen daar de foto nemen. Daar is licht genoeg. Mannen dan. Beestjes, en daarmee ging Radio Hallo weer terug in de tijd naar 1959. Ah, Dimitri. Maar ja, de poort was gesloten. Ik ben naar ze hier gekomen. Komen we dat busje, hè? Ik heb je slecht gebeld van even, hè? De grote voetbalmatch tussen FC de Kampioenen en FC de Spuitens is afgelast. De Spuitens zijn... Hallo, jong. Buiten, hè? Zo'n belangrijke match. Zeg, die glasschade daar, dat is zeker ook van die gasontploffing? Ja, de Pico had gebeld. Als zwager van, ik weet het. Is dat goed zo'n busje? Nee. Ik kan ook juist een bonnetje schuiven. We gaan binnen een minuutje kijken. Ja, dat is goed. Maar waar is iedereen nu? Nonde, het is niet waar, zeg! Zeg, hé. Hela. Is dat die chicocage van 200.000 frank? Zijn wij daarvoor met 30 man 5 jaar in een stuk elke avond met almanakken gaan leuren? Ja, de zeg! Kampioen!